Vorig jaar speelden HC en Excelsior Maassluis om de titel. Dit jaar is alles anders. Dit jaar... goede kans gelijk trouwens voor Maassluis via Almeida. Dit jaar moet HC maar zien dat het erin blijft. En Maassluis doet mee in de middenmoot. Het kan verkeren. Maar het is natuurlijk ook een andere competitie. Maassluis dus de laatste kampioen van de topklasse. Allemaal op de laatste speeldag op doelsaldo. En dit is de mogelijkheid van Heerkes. Als je bovenaan staat gaat zo'n bal erin, denk ik. Maar nu sta je bovenste van onderen. En dan gaat zo'n bal dus net via de buitenkant van de paal eruit. Geluk dwing je af. Het is zo'n voetbalcliché, maar het is wel waar. Zeker als je dit soort jongens zo ver laat komen. Robin van der Ende verprutst de kans dan. Maar dit had natuurlijk een doelpunt moeten zijn van Excelsior Maassluis. Overtreding van Bakker. Die zegt dat hij de bal speelt. De scheidsrechter zegt dat deed je niet. En dus de vrije trap voor Excelsior Maassluis. En die hebben een specialist. En die heet Stefan Kruithof. Hartstikke idee. Daar zit hij erin. Prachtige goal van Kruithof. Echt een prachtig doelpunt. Ja, precies zoals het moet. Uit het boekje. Net over het muurtje heen. In de hoek waar de keeper niet staat. En dan is het klaar. Zo baf. Moet dan het duel winnen. Verliest het duel. Goed balletje van Fink. En daar gaat Almeida. Die zet hem in zijn 5. En dan is het 2-0. Wat een fantastische counter van Excelsior Maassluis. Dat eigenlijk kinderlijk eenvoudig deze wedstrijd wint. Ook volkomen verdiend. Prachtig balletje van Fink. Vindt het gaatje. Almeida is sneller dan Bakker. Die dan alleen maar denkt ik moet hem niet neerleggen. En hopen dat Danis zijn werk doet. Maar Danis is kansloos. En dus staat het 2-0. En het begint bij hem. En hij overdenkt zijn zonden. Maar daar heeft HSC nu niks meer aan. Zazi. Ingevallen voor Heerkes die ongelukkig speelde. En opnieuw de vrije trap. Glenn Kobussen maakt de overtreding. En dan is het weer die Kruithof. Dit keer niet in één keer. Maar via Fink. En het is 3-0. Geweldige kopbal. Hij steekt een kop boven alles en iedereen uit. Houdt Bergman wel vast aan zijn shirt. Maar de scheidsrechter vindt het niet zwaar genoeg voor een overtreding en wijst naar de middenstip. 3-0 voor Excelsior Maassluis. Kobussen. Van der Leij. Van Hezel. Oh. Ja. Het mag niet zo zijn. Van Hezel voetbalde een aardige wedstrijd. Was een van de weinigen die een voldoende haalde bij HRC. Aan de andere kant ook een bal op de lat. Van den Berg. En zo lijkt het een leuke wedstrijd, maar was het helemaal geen wedstrijd. Omdat Excelsior Maassluis de wedstrijd heel professioneel uitvoetbalde. Wachtte op de kans die toch wel zou komen. En die kwam ook. 3 zelfs. En meer dan 3. Maar ze maakten er 3 en HC maakte geen 1. Terwijl dit wel een goed schot is natuurlijk van de jongen. Maar de bal valt er gewoon niet in. En zo blijft HC zitten in de hoek waar de klappen vallen. Laatste minuut wedstrijd. Schot levert niks op. De wedstrijd levert niks op voor HHC. Dat verliest met 3-0. Chakadran Metai. Overdenkt het allemaal nog eens. Bosma en Oosting ook. En zij gaan een hele lange busreis tegemoet. Terug naar Hardenberg.